Ik ben Jos Daas, ik ben 26 jaar. Ik kom uit Antwerpen, ik ben bioloog van opleiding en ik ben hier verkozen als een van de eerste Vlaamse parlementsleden van de PvdA ooit om een beetje ambiance in de zaak te brengen. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? Het Vlaams parlement was het laatste parlement waar de PvdA niet in vertegenwoordigd was. En ik denk dat dat dringend tijd werd om hier de stem van onderuit te laten horen, sociale thema's op tafel te leggen en om de eensgezindheid die er over een aantal onderwerpen toch wel bestaat, hier te veranderen. En daarom ben ik lijsttrekker geworden om daar verandering in te brengen. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Ja, we hebben keihard campagne gevoerd om Peter Mertens, onze voorzitter, verkozen te krijgen in het federaal parlement. Daar hebben we alles op ingezet. Maar naarmate dat die avond vorderde, werd steeds duidelijker dat niet alleen Peter verkozen zou zijn, maar ook ikzelf voor het Vlaams parlement. En dat ik niet alleen naar het Vlaams parlement moest gaan, maar dat ik nog eens drie mensen mocht meenemen. Lize, Tom en Kim. Dus het was een heel speciale avond, een hele emotionele avond ook. En voilà, heel blij met het resultaat dat we toen hebben gehaald. Bent u tevreden met het resultaat? Moest Vlaams Belang alleen heel veel zetels hebben gevonden zonder dat mijn partij het ook had gedaan, dan was ik depressief geworden, denk ik. Maar nu staan er tegenover die vertegenwoordigers van extreem rechts, staan er een aantal mensen klaar van consequent links om tegengas te geven en om te leren aan de mensen, om te zeggen aan de mensen, je moet niet naar beneden stampen, naar migranten, naar Walen. Je moet naar boven kijken, naar de politieke verantwoordelijken, naar het grote geld. En ik vind het heel belangrijk dat we die woordvoerders nu hebben op de verschillende parlementaire tribunes van het land om tegengas te geven en om te zorgen dat we binnen 5 jaar een veel socialere kant uitgaan. En dus ja, heel content, zowel van de score van de PvdA, maar ook mijn eigen score. Ik ben heel content met het aantal voorkeurstemmen dat ik heb gehaald. En Movela geeft heel veel moed en munitie om er hier de komende 5 jaar tegenaan te gaan. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, heel veel ontdekken, denk ik. Ik bedoel, kijken hoe een parlement hier gaat werken, hoe dat functioneert, een parlement. Maar ook hoe dat we dat dan verbinden met de realiteit buiten het parlement, met wat er in de samenleving gebeurt. En dat evenwicht vinden, dat gaat heel interessant worden. En daar kijk ik wel naar uit. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, ik ga me volledig focussen op mijn werk als volksvertegenwoordiger. Wat wil zeggen, hier in het parlement, commissies, plenaire vergaderingen enzovoort. Maar heel belangrijk vind ik ook dat dat ook daarbuiten is. Dus ook naar buiten gaan, met mensen en organisaties spreken en bijleren. En iedereen die, ja, die opkomt voor een meer rechtvaardige, en sociale en een duurzame samenleving, van die ook te ondersteunen als parlementslid. Ik denk dat dat voor bepaalde mensen een meerwaarde kan zijn, van een stuk voeten in de realiteit te hebben. Lize van de Kastelen bijvoorbeeld, die in onze fractie zetelt, die blijft halftijds huisarts. Ik denk dat dat heel goed is, omdat je in de raadpleging de samenleving tegenkomt en dat ook kan meenemen naar hier. Ik denk dat het iets anders is om het parlementslid zijn te combineren met bijvoorbeeld de job van een burgemeester van een grote stad of schepen van een grote stad. Volgens mij zijn dat twee zaken waar je moeilijk op allebei van kan gaan focussen. Maar om als parlementslid daarbuiten in de samenleving nog een andere voeling te hebben, volgens mij is dat geen slechte zaak. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Heel veel mopjes over parlementaire privileges die ik moet incasseren de laatste dagen. En dat zal nog wel even blijven. Nee, veel minder druk dan voor de verkiezingen zal het niet worden, denk ik. Maar ik ga wel tijd proberen maken voor mijn vrienden, voor mijn familie. Langs vaderskant, mijn familie, die heeft ooit een volksvertegenwoordiger gehad in het parlement, maar dat was net iets aan de andere kant van het politieke spectrum. Dus er is terug een dazen in het parlement. Nee, heel content, heel trots, denk ik. En ik zeg het met heel veel mopjes over hoeveel ik nu ga verdienen en slapen in zeteltjes en dat soort zaken. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Kiezer mag mij afrekenen binnen 5 jaar of dat ik erin gelukt ben om mijn voeten op de grond te houden. Voeten op de grond, voeten in de realiteit, in de praktijk. En of dat ik erin geslaagd ben van wat dat buiten het parlement leeft om dat hier binnen te brengen. Okay, dat is voor mij het belangrijkste als parlementslid, van erin te slagen van wat hier buiten het parlement gebeurt, van dat hier binnen te brengen. Die verhalen, die acties, die mensen die met dingen bezig zijn. En daar mogen ze mij binnen 5 jaar op afrekenen of dat gelukt is of niet.